Burgemeester, het zit erop, de vakantie. Ja. U heeft het ook goed gehad. Het was heel rustig. Je hebt rustig en rustig, maar dit jaar was het echt heel erg rustig. Komt ook misschien wel, we hadden natuurlijk een hele drukke zomer, druk evenementseizoen met een als klap op de vuurpijl de Vierdaagse, de 100ste editie. En dan is de zaterdag na de Vierdaagse ook weldadig qua rust, moet ik u zeggen. Ja, u heeft ervan genoten. Mooi. Dat is altijd goed. Voor de zomer hadden we het er al over. U keek er ook naar uit. Als het de zaterdag na de Vierdaagse is en alles is goed verlopen, dan bent u gerust. Is alles ook goed verlopen? Ja, uiteindelijk wel. Het is elk jaar weer spannend hoe het gaat. Zoveel mensen die naar de stad komen met op zich maar één intentie om of leuk mee te wandelen of nog leuker te feesten of een combinatie. Maar je moet het toch wel zien. En dit jaar was het toch wel bijzonder, daar kunnen we niet omheen. Dat terreurdreiging die we in Europa meemaken en ook natuurlijk in ons land speelt, ja, toch heel veel mensen wel bezig hield. Ook mij en de mensen van politie en andere veiligheidsdiensten. Maar uiteindelijk moeten we zeggen, eigenlijk niks gebeurt behalve hele mooie dingen. Met natuurlijk een fantastisch bezoek van onze koning op de slotdag van de Vierdaagse. Dus ik was heel tevreden. De koning die er was, hè? U zegt het al op de laatste dag. Toch een beetje extra spanning, ook met alles wat er omheen gebeurde? Ja, dat is altijd spannend. Hè. Kijk, het mooie aan koninklijk bezoek is, het is altijd strak geregeld. Dus op zich hoef je niet verbaasd te zijn over het programma. Maar ja, het trekt natuurlijk ook extra de aandacht. En wat ik al zei, we waren natuurlijk die hele week, zoals alle evenementen in Europa dat nu meemaken, toch nog wat extra gespannen. Geen concrete aanleiding, maar ja, goed, als de veiligheidsdienst zeggen, ja, er is een algemene dreiging in Europa, ook in Nederland, daar ben je natuurlijk toch op voorbereid. En dat speelde dit jaar toch wel iets meer onder veranderd door het bezoek van de koning dan de jaren vooraf gaat. Maar goed, ik moet zeggen, onze ervaring samen met de goede samenwerking met mensen van het Koninklijk Huis, landelijke veiligheidsdienst, die heeft zich ook wel weer bewezen. Wat dat betreft is het wel een evenement wat echt staat als een huis, ook als het dus wat moeilijker wordt. Goed, dat achter de rug. Actualiteit. Vorige week ontvingen wij, ik geloof s'avonds om 6:50 op een heel onhandig moment, een bijna cryptisch persbericht over iets wat er op de markt zich afspeelde. Mm. Nou, als goed journalist betaam ben ik zaterdag over de markt gewandeld en heb hier en daar wat mensen gevraagd van wat is er aan de hand. En ik kreeg het niet los. Ik snap dat u het hele verhaal aan mij ook niet gaat vertellen, maar er was blijkbaar een aanleiding om actie te ondernemen. Wat kunt u er wel over zeggen? Nou ja, eigenlijk zijn uw ervaringen op de markt eigenlijk ook wel de reden waarom we nu een onderzoek gaan doen naar de markt en functioneren van de markt. Omdat wij ook met name de laatste weken toch wel verhalen en concrete signalen van bedreiging, intimidatie op de markt, waar medewerkers van onze gemeente bij betrokken zouden zijn. Niet dat zij dat hebben gedaan, hè, om misverstand voorkomen, wel betrokken zijn, maar ook mensen die op de markt actief zijn. En tegen die achtergrond hebben we gezegd, ja, zo kan dat niet voortgaan. Maar als je dan wat gaat rondvragen, krijg je eigenlijk ook maar halve antwoorden. Dus we hadden eigenlijk dezelfde ervaring. En dan is er maar één methode. Daar moet je gewoon een serieus onderzoek gaan plegen. En dat gaan we ook doen. En ik herkwam te zeggen, dat onderzoek richt zich niet alleen, want dat was de aanvankelijke berichtgeving, op de betrokkenheid van medewerkers van ons, ook ter bescherming van hen, maar nadrukkelijk ook op het functionerend optreden van mensen die actief zijn op de markt. Dus als mensen denken van, nou, dat gaat alleen over de gemeente, jammer dan. We pakken echt alles mee en daar is ook echt wel aanleiding toe. Op een moment besluit dus, zo'n persbericht gaat eruit. Zoiets is niet van de een op de andere dag ontstaan natuurlijk. Loopt dat al langer? Nou, de signalen waar wij die echt nu de doorslag gaven om zo'n onderzoek erom, die zijn echt van de afgelopen weken. Dan heb ik dus echt over bedreigingen die gedaan zijn of aangekondigd zijn. En daaruit bleek dat, wat je wel eens hoort van, nou ja, niet iedereen kan het even goed met vinden, dat er meer achter zat dan alleen een paar mensen die niet goed elkaar kunnen opschieten. Ik bedoel, dat hoort bij het leven, dat is natuurlijk nog geen reden voor onderzoek. Dus dat is echt wel betrekkelijk recent, maar laat ik zo zeggen, ik hou er rekening mee dat we toch wel achter dingen zullen komen die al jaren zullen spelen. Ja. Het is dus niet zo, er zijn een paar uitingen geweest, een paar intimidatiepogingen en daarom is er iets aan de hand. Nee, we houden wel rekening mee dat hier wat meer achter zit wat misschien al jaren speelt. U noemt het, hè? Intimidatie, bedreiging, dat is nog steeds vrij algemeen, ondanks dat u het benoemt. Er waren medewerkers van de gemeente op non-actief gesteld voor hun eigen veiligheid. Ja. Dat heeft juist daarmee te maken? Nou, dat heeft het wel mee te maken, omdat we, nogmaals, het gaat niet zozeer erom dat medewerkers zelf aan het bedreigen zijn, maar wel dat er uitingen gedaan worden, ook de richting die medewerkers.
En als op dat moment mensen zelf eigenlijk partij dus worden op een niet zo mooie manier in eventuele conflicten, belangenstrijd, ja, dan is het wel verstandig om deze maatregelen te nemen. Dat is natuurlijk best vergaand, ook indringend voor de medewerkers zelf. Maar nogmaals, ik hecht er ook aan, het gaat er niet om, en dat moet ook niemand denken die betrokken is bij de markt, dat nou een aantal medewerkers een beklaagde bankje worden gezet. Dat is niet de achtergrond. Een goed onderzoek houdt rekening met alles, houdt dat open, maar dat was niet de eerste reden om die medewerkers normatief te zeggen. Dat had echt inderdaad te maken toch ook met de veiligheid en het welbevinden en hun kunnen functioneren überhaupt op de markt. En dat is gewoon in het geding hebben wij geconstateerd. Dat is natuurlijk ontzettend tragisch en heel triest dat dat gebeurt. En je kunt zich ook voorstellen, ook bij die medewerkers is dat hard aangekomen. Je hebt op dat moment trouwens, we hadden natuurlijk ervoor kunnen kiezen, nou, we doen dat onderzoek en we houden dat stil. Maar onze ervaringen zijn, niet alleen met de markt, dat zoiets toch heel snel bekend wordt. Mensen gaan erover praten, er worden vragen gesteld. Hey, waarom is Pietje er niet? En waarom is zus niet? Nou, dan komt het toch naar buiten, dan kun je beter. Hoe algemeen ook, een bericht naar buiten zenden. En we hopen dat we nu een aantal weken, dan zullen het ook wel nodig zijn, na een aantal weken ook onderzoeksresultaten hebben, zodat we zo snel mogelijk volgende stappen kunnen zetten. Nadeel van een sumier bericht of een algemeen bericht, zoals u het noemt, is natuurlijk dat het speculeren op volle gang is. Ja, iedereen gaat zich daar vragen over stellen. Dan loop je natuurlijk ook een risico dat het allemaal een heel eigen leven gaat leiden en dat het misschien wel veel groter wordt dan het in feitelijke werkelijkheid is. Dat is zo, maar goed, daar kun je ook het afleiden, want dat hebben we natuurlijk ingeschat, dat wat aan de orde is, Zo ernstig op ons is overgekomen, dat we het toch belangrijker vonden om dat onderzoek nu te doen met de berichtgeving die erbij hoort, dan niets doen. Want dan was het kwaad blijven voortboeken. Want die termen wil ik er wel over spreken. We doen dus niet alleen maar een onderzoek omdat een paar mensen iets hebben geroepen. Nee, er zijn echt dingen gebeurd. En nogmaals, we hebben aanleiding te veronderstellen dat dat al veel langer, misschien wel jaren bezig is. Ik hoor spreken over kampen op de markt. Mm-hmm. Dus al die vrolijke mensen die nou net doen als ze bevraagd worden, ik weet van niets, daar zou ik eens vrolijk bij glimlachen. Dat heb ik in ieder geval gedaan, want daar geloven wij allemaal niks van. Maar als je goed beluistert, dan gaat het niet om een kraamhouder die er een extra metertje bij pakt zonder daarvoor te betalen. Dat is wel wat ernstig. Nou, als dat het enige feit was, dan zouden we natuurlijk qua onderzoek snel klaar zijn. Nee, er zullen wel wat meer dingen spelen. En we hoeven het zeker niet groter te maken. Maar ik vind dat nu belangrijker is dat we helderheid krijgen. Nogmaals, ik hoop dat we onderzoek ook echt in een aantal weken kunnen afronden, zodat we ook zo snel mogelijk conclusies kunnen trekken. En hopelijk, eerlijk gezegd hoop ik nog, dat de conclusie is van dat het vrij eenvoudig op te lossen en dat het niet zodanig complex is dat er misschien nog wel veel verdergaande stappen moeten komen dan enkel een onderzoek. We wachten het af. Als dit interview op televisie is, dan is de eerste gemeenteraadsvergadering ook alweer achter de rug. Dus wat dat betreft zit de vakantie er echt op. Ja. Tijdens die vergadering, of voorafgaand eraan, stuurt u een brief aan het college wat gaat over sociale woningbouw. Die brief, daarin wordt gesteld dat er meer woningen gebouwd gaan worden in een versneld tempo. Ja. Wat voor woningen zijn dat? Dat zijn met name woningen, een sociale nieuwbouw, sociale huur. We hadden eerder dit jaar een plan opgevat omdat we inschatten dat we eigenlijk veel meer sociale woningen nodig hebben dan we op dit moment kunnen leveren in de stad. Dus hadden we ideeën om tijdelijke bouw mogelijk te maken. Dat heeft te maken, er is een grote behoefte aan huisvesting voor jongeren, bepaald type seniorenbouw, statushouders die wij ook moeten huisvesten, zoals andere gemeenten ook. Het goede nieuws is dat we eigenlijk constateren dat we tot volgend jaar eigenlijk toch voldoende woningen hebben om te kunnen opvangen de vraag die er is. Dus daar hoeven we niet allerlei tijdelijke projecten doen. Heel even die tijdelijke woningen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Tijdelijk, dan moet u denken, dat is een periode van maximaal 10 jaar. Ja. Dan zal iedereen zeggen, nou, dat is best wel lang, maar dat is in ieder geval niet voor altijd. En behalve het tijdsverschil tussen die tijdelijkheid van 10 jaar en zeg maar permanente bouw, dat heeft ook een financiële component. Kijk, voor een bouwer, of het nou een projectontwikkelaar is of een corporatie, als u een woning kunt bouwen wat voor altijd blijft staan, ja, daar kun je makkelijker je geld op terugverdienen wat je moet investeren dan slechts voor 10 jaar. Dus het goede nieuws is dat we nu 2 van die tijdelijke locaties, de Botenfabriek in West,
En Zuiderveld, nieuwe ontwikkeling, zoals de naam zegt, de zuidkant van de Waalsprong. Daar gaan we nu gelijk eigenlijk met permanente bouw beginnen. Dat zal aantrekkelijker zijn voor degenen die willen bouwen. En dat is natuurlijk ook veel beter, want dan kun je ook perspectief geven. Kijk, als ik u een woning aanbied voor 10 jaar, ja, dan kun je zeggen, wie dan leeft, wie dan zorgt. Maar het is natuurlijk fijner als je daar ook een perspectief op hebt. Dus op zich is dat gunstig. We houden trouwens vanaf volgend jaar, 2017, ook onverkort vast en die noodzaak om ook tijdelijke woningen te doen. Maar gelukkig is dat iets later dan we eerder dit jaar dachten. Zijn die er al, die tijdelijke woningen? Hebben we die al? Nee, er zijn natuurlijk al tijdelijke woningen, maar we hadden 7 plekken op het oog. Nou, 2 ervan, die ik net noemde, die zetten we nu gelijk om een permanente sociale huur. Die andere 5 plekken houden we wel in de pocket. Die willen we wel op termijn wel ontwikkelen. Het voordeel is dat we nu wat meer tijd hebben, kunnen we ook beter met de buurt overleggen, kijken wie geïnteresseerd is. Kortom, je hebt altijd wat voordelen, omdat je wat meer tijd hebt om een goed plan te maken. Voor wie zijn die woningen bestemd? Dat is een variëteit van groepen, maar je moet denken aan jongeren. Dus alleenstaande jongeren, die hebben, er is veel behoefte aan bepaalde seniorenbouw. Senioren die ook in een wijk willen blijven wonen of daar terug willen komen. Statushouders, dus vluchtelingen die in Nederland mogen verblijven. En wij moeten ook net zoals elke gemeente elk jaar een bepaalde hoeveelheid woningen daarvoor geven. En dat zullen mixvormen gaan worden. Het zal een beetje van locatie en van het plan en de concrete behoefte op dat moment afvullen. Dus dat is heel variabel waar het voor bedoeld is. Zijn dat ook al oud-bewoners van de opvang in Heumensoord die daarvoor in aanmerking komen? Nou, dat zou kunnen. Hè. Kijk, het is zo dat Heumensoord met de 3000 mensen die daar zitten, die zijn natuurlijk verspreid over het land. Dat was ook de afspraak vanaf het begin. En die worden ook verspreid, gehuisvest, over alle gemeenten. Want alle gemeenten hebben een taakstelling om mensen die in Nederland mogen blijven natuurlijk, hè, die vergunning krijgen om hier te mogen blijven wonen en leven, moeten ze naar rato opvangen. Dat zal dus niet betekenen dat wij 3000 mensen gaan huisvesten. Maar ik hou er wel rekening mee dat toch een aantal van die mensen weer hier zullen wonen. Ten meer omdat een aantal van die voormalige bewoners van Heumensoord ook zelf heeft aangegeven dat ze graag hier willen blijven wonen. Het Rijk, het COA die erover gaat, kan daar nooit 100% rekening mee houden. Maar we zijn er een overleg met hen en we hebben bij hen ook aangedrongen van dat zou wel mooi zijn als mensen die dat willen ook hier terecht kunnen komen. Ja, hoe dat precies op uitvalt, moeten we zien. Ja. Maar ik ga er zeker vanuit dat er ook mensen bij zullen zijn die ooit eerder al hier in Nijmegen hun eerste opvang hebben gehad. Ja. Het Heumensoord heeft natuurlijk een zware periode achter de rug. Eerst de vluchtelingenopvang, de Special Olympics en die Vierdaagse bewoners. Ik fiets wel eens door het Heumensoord. Het terrein is er niet ongehavend vanaf gekomen. Nee, dat was ook voorzien. Wat ik het mooie vind, wat we hebben afgesproken met natuurmonumenten, die het van ons als gemeente huren en Vitens, die daar de waterrunning natuurlijk verzorgen, is dat we dat onder ogen hebben gezien. En ik kan me nog goed herinneren hoe begin dit jaar iemand van Natuurmonumenten in overleg zei, wat we willen doen is eigenlijk dat we met hetzelfde geld wat we van het COA krijgen voor de schade die wordt aangericht, want die is onvermijdelijk als je mensen in een bos laat komen. We willen het er nog mooier uit laten komen. Dat zullen we niet nu gelijk de komende weken zien, maar dat zou wel volgend voorjaar, zo hebben ze mij uitgelegd, ik ben er ook geen deskundige op, dus ik vertrouw erop, zou dat ook moeten kunnen zien. En dat vond ik wel een mooie vorm van partnership. Je weet dat het ook nadelen heeft, zo'n opvang. Toch aan meewerken als natuurmonumenten, Vitens, en het er nog mooier uit laten komen. Op dit moment ziet u natuurlijk vooral datgene wat zo'n langdurig gebruik door de verschillende groepen die je noemt, heeft opgeleverd. En nogmaals, dat is onvermijdelijk. Als je mensen bij elkaar zet, er wordt natuurlijk gezeten, geleun, gedaan op bomen en alles. Ja, dat levert natuurlijk schade op, dat kan niet anders. Nu was het voor die tijd natuurlijk ook daar een klein vlakker stuk. Hè. Wat moet ik me voorstellen, wat gaat er terugkomen dan? Oh, dat is een hele goede vraag, dat weet ik ook niet precies. Kijk, in de hoofdzaak blijft het natuurlijk hetzelfde terrein. Het zal niet zo zijn dat er opeens overal bomen worden bijgeplant of struiken weggehaald en omgekeerd. Ja. Nee, dat zal het niet zijn. Maar u moet zich voorstellen waar misschien toch al een wat zwakkere plek was, tot ze die verwijderen en nieuw beplanten en daardoor krachtiger terug laten komen. Betere natuur, het is een wat lelijk begrip, maar ik kan het niet beter uitdrukken. We gaan het zien over een jaar, hoe mooi het is geworden. Concreet, de bouw start heel binnenkort?
Nou, die twee locaties die ik noemde in de Waalsprong, dat kan vrij snel. Er moet wel qua procedure nog lopen. En die andere locatie bij die botenfabriek, ja, daar zitten we nu echt. Kijk, daar is nu net gezegd van, we gaan toch voor die permanente kant. Ja, daar zullen ze een overleg met de ontwikkelaar. Moet het plan eigenlijk nog verder gemaakt worden? Dus daar zou ik geen voorspellingen op durven te doen. Goed, ander onderwerp. De GGZ kwam onlangs met een onderzoek. Dat ging over de verkoop van alcohol aan jongeren. Het goede nieuws daaruit is dat de supermarkten steeds strenger controleren op de verkoop aan jongeren. Dat die verkoop aan minderjarigen, moet ik zeggen, dat afneemt. Tevreden? Ja, het was trouwens van de GGD. Hè? Ja, anders gaan we er een geestelijk gezondheidszorgverhaal van maken. Ik moet zeggen dat de ontwikkeling bij die supermarkten, het onderzoek doen we om de 2 jaar. Dat is ook vergelijkbaar met eerder onderzoek. Die hebben echt een geweldige inhaalslag gemaakt. Ja. Want 4 jaar geleden stonden die er nog echt slecht op. Dus ik ben daar zeer tevreden over. Ook in de horeca, niet zo sterke supermarkten, gaat het de goede kant op. Maar je ziet dat daar nog. Nou ja, het naleefbeleid van horecaondernemers is half-half. Dus dat is hartstikke goed. En overall is de trend ook wel heel erg gunstig. Dit is een onderzoek waar gewerkt wordt met 17-jarige mystery guests. Dus als iemand denkt, ja, die hebben zich allemaal voorbereid. Dat zou goed kunnen zijn, maar niet omdat ze wisten tot ze gecontroleerd werden. Nee. En je ziet dat met een gerichte investering, dat is bij de supermarkten echt gebeurd. Die supermarktondernemers tonen aan dat iedereen die zegt, dat is hartstikke moeilijk en ze durven het niet te weigeren. Dat is onzin. Het kan wel als je wil. Ja. U noemt dat een mystery guest. Ik hoorde iemand al een lokjongere gebruiken. Die dat is, klinkt wel zo. Die mystery guest komt er binnen en vraagt. Hij pakt wat alcohol uit het schap of bestelt iets aan de bar. En dan gaat het erom, verkoop je het of verkoop je het niet. Spannender is het niet. Nee. Het is ook niet zo dat de namen van de ondernemingen, want we hebben natuurlijk niet alles kunnen controleren. Het gaat van sportvereniging tot cafetariërs, noem maar op. Ja. Dit is een steekproef in de hele regio Nijmegen. We gaan ook niet, degene die hebben meegedaan, we weten natuurlijk wel de resultaten ervan. Gaan we daar nu op sanctioneren als ze zich er niet aan houden, want het is echt bedoeld om met name inzicht te krijgen van, nou, hoe werkt dat nou eigenlijk, dat nalevingsbeleid? Hoe werkt het? Want de politie staat niet bij de deur om te kijken wat er in de boodschappentas van jongeren zit. Nee, we hebben er een aantal. Die mystery guest gaat dus gewoon naar binnen, koopt wat of bestelt wat aan de bar. Nou ja, wordt er wat wel of niet gegeven? Dat doen ze nog een tweede keer. Want ja, 1 keer kan natuurlijk toeval zijn. Om daarmee toch per gelegenheid inzichtelijk te maken van, nou, wordt er nu echt goed consequent op gelet op die leeftijdsgrens? Of is dat half-half of totaal niet? Wat bijvoorbeeld heel erg tegenviel 2 jaar geleden waren de sportverenigingen. Nou, je ziet dat daar nu wel een, ik moet wel zeggen, slechts lichte verbetering is. Dus daar zullen we ook doorgaan. Die hebben we eerst, naar aanleiding van het eerste onderzoek, zijn ze allemaal bezocht en duidelijk gemaakt. Dit moet echt anders. Ja, en vanaf nu gaan we daar nu ook echt handhaven. Dus met andere woorden, als daar nu niet goed wordt gelet op de leeftijdsgrens, ja, dan zullen er ook sancties volgen. €1.350 per geldelijke sanctie. Ja. Dus dat is behoorlijk wat, denk ik, voor gemiddelde supportvereniging. Dus ik zou iedereen aanraden, doe het wel. En nogmaals, de verhalen van het kan niet. Ga dan eens praten met de supermarkt of de slijterijen. Want die lukt het schijnbaar wel om te doen. Ook die meisjes aan de kassa, waar altijd van werd beweerd, die durven hun leeftijdsgenoten geen drank te weigeren. Nou, dat is niet waar. Dat gebeurt wel. En ik heb niet de indruk dat de supermarkten er nou failliet aan gaan. En bij het sportvereniging, als je heel eerlijk bent, sportvereniging die drank verkoopt de minderjarigen, dat vind ik gewoon vloeken. Ja. Dat klopt gewoon niet met elkaar. Grote zorg zijn de cafetaria's. Precies, want daar ging het wat minder goed. Ja, daar zijn eigenlijk maar een paar cafetaria's van al die onderzocht zijn, die zich echt goed in de regels houden. Daar gaat het echt, mag ik wel zeggen, structureel niet goed. Mm-hmm. Dus je kunt al raden dat we daar nu extra handhaving op gaan zetten. Misschien een beetje aandachtig zoals bij de sportvereniging. Eerst eens goed via de preventieve kant uitleggen, hey, dit kan niet. En als iedereen gewaarschuwd is, dan geldt het motto, een gewaarschuwd man of vrouw telt voor 2, ja, dan zullen ook de sancties volgen, zoals ik net al uitgelegd
legde. Want dat gaat natuurlijk niet zo. Kijk, want we kunnen niet van supermarkt en horeca en sportverenigingen verhangen dat ze gedragen. En ondertussen worden onder en boven de toonbank en de cafetaria de biertjes nog gewoon verkocht aan minderjarigen. Dat gaat niet. En hoe zal dat handhaven eruit zien? Want als blijkt dat die cafetariahouders blijven verkopen, gaat dat ook weer met mystery guests, zoals u het noemt? Of? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, die mystery guests zijn met name om te onderzoeken. Maar het handhaven gaat, zoals we dat ook bij wijze van spreken, in de reguliere horeca. Want die vergelijking kunt u trekken als er geconstateerd wordt dat u verkoopt aan een minderjarige. Of er wordt doorverkocht aan een minderjarige. Dat gaat best ver. Ja, dan bent u daar. Dan overtreedt u de regels als cafetaria. Houden. Dus op die manier zal dat nu gaan. Dus we zullen de handhaving ook wat verleggen richting die cafetaria's. Ja, we gaan het zien. Ja, zo is het. Goed, afrondend. Uw college of uw gemeenteraad gaat het derde jaar in, of het derde seizoen. Deze periode, ja. Je ziet op de sociale media dat de campagne alweer een beetje, ook onder invloed van de aanstaande Tweede Kamerverkiezing natuurlijk, gestart is. Merkt u dat ook al om u heen? Nou, het voordeel is dat deze burgemeester, zoals u weet, tot uw leedwezen niet zo die social media volgt. Nee. Ik lees nog steeds die goede boeken en kijk leuke detectives. En dat leeft heel goed, hoor, moet ik u zeggen. Ja, nee, natuurlijk. Je merkt natuurlijk met name in media dat de invloed van de Tweede Kamerverkiezing rol. Ik heb dat lokaal nog niet zo gemerkt. Ik denk in de gemeenteraad zal dat ook als zodanig meevallen. Ik ga er overigens wel vanuit, zou teleurgesteld zijn, als lokale politieke partijen, zeker die onderdeel zijn van een landelijke partij, natuurlijk niet actief zullen zijn in campagne. Maar dat vind ik heel vanzelfsprekend. En nogmaals, zou vreemd zijn. En ze zouden ook geen knip voor de neus waard zijn als ze niet mee zouden doen aan campagne. Maar de gemeenteraad, ik denk dat het wel zal meevallen. Die vraag moeten we over nu in een jaar maar stellen. Want dan staan we volgens mij weer aan de vooravond van gemeenteraadsverkiezingen. Dan wordt het natuurlijk lokaal ook weer heel spannend. Ja. Tegen die tijd, voor die tijd hebben we elkaar nog een paar keer gesproken. Dat mag ik hopen. Wie weet hebben we het voor die tijd erover. Goed, dank u wel. Tot die tijd, dank u.